De feesten tijdens de Koninginnennacht in de stad, maandag 29 april, mogen langer doorgaan. De eindtijd voor feestlocaties wordt 2 uur 's nachts. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. De eindtijd gold al voor locaties binnen de Diepering, maar nu ook voor enkele aangewezen locaties daarbuiten. Het betreft de Ebbingenpoort, Ossenmarkt, Damsterplein en Westerhaven. Voor 30 april is de eindtijd vastgesteld op middernacht. De speciale eindtijden en het grotere aantal feestlocaties rond de binnenstad moeten de drukte in het centrum spreiden. Dat is beter voor de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers. De pot die de gemeente gebruikt om tegenvallers mee op te vangen, het zogenoemde weerstandsvermogen, is nog steeds niet op orde. Volgens een artikel in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag was de dekking 0,4%. Alleen de gemeente Enschede scoorde slechter. Het tekort is ontstaan door tegenvallers bij Meerstad en slecht verkopende industrieterreinen. Vlak na de peiling is de pot aangevuld en is de dekking op dit moment 0,6%. De peiling die het NRC heeft gedaan, voor zover wij kunnen nagaan, was van voor de begrotingsbehandeling 2013. En dat betekent dus dat wij op dat moment op een weerstandsvermogen van 0,44 staan. En als je uitgaat van 1, dus 100% van de risico's zijn gedekt in geld, dan zit je dus inderdaad onder de 50% van de risico's. Dat was op dat moment ook echt een slechte score. Het vermogen hoort volgens het college 1% te zijn. Het gaat om enkele miljoenen euro's om dit tekort aan te vullen.